Goedemiddag. Welkom bij de 18e aflevering van Boekenwijs.nl. Ik zit hier aan de oever van de IJssel. Aan de overkant het kerkje van Zalk. Het is een prachtige lentemiddag in april. Hier verderop is de Vreugderijke Waard. En dat is een gebied dat teruggegeven wordt als het ware aan de rivier. De dijk wordt zelfs enigszins verlegd, zodat bij hoogwater de rivier meer ruimte heeft om zijn water kwijt te kunnen. Dus dat is echt ook voor de veiligheid. Maar het mooie is dat er een heel mooi kweldergebied, natuurgebied voor in de plaats komt. Goed, dat wat even wat betreft de locatie. Ik ga het vandaag hebben over het boek Eindelijk Eigenbaas, geschreven door de Belg Gunnar Michielsen. Dus hij heeft een nogal Noorse of een Scandinavische naam. De ondertitel is Voor wie droomt van een eigen zaak. En het zijn 12 verrassende adviezen. Ze staan ook zelfs op de voorkant uitgeschreven. Het is inderdaad heel verrassend. Er staat zoiets als loop in je eigen ongeluk of maak geen plannen. Nou, dat is heel erg wat je niet verwacht. Ook wat je normaal gesproken niet hoort bij mensen die adviezen krijgen over ondernemen. Even over de schrijver. Gunnar Michielsen is dus zelf ondernemer. Hij schrijft heel erg vanuit eigen ervaring. Een Belg, een copywriter, dus iemand die teksten schrijft voor reclame, kun je zeggen. En hij is heel erg gespecialiseerd in de loop van de tijd in DM, direct marketing. Dus het schrijven van brieven en e-mails die uiteindelijk bedoeld zijn om te verkopen. En het feit dat hij schrijver is, dat hij makkelijk schrijft, dat kun je in het boek ook wel merken. Het is heel snel, goed toegankelijk geschreven. Dus dat is absoluut een plus. Goed, dat waren even wat feiten met de witte hoed op, de witte denkhoed. Zet ik dan nu de blauwe denkhoed van wat meer de meta-hoed, dus de structuur. Wat ik al zei, hij schrijft vanuit eigen ervaring in de opbouw van het boek. Hè, dus hij loopt die 12 adviezen door. Heeft hij ook altijd een stukje eigen ervaring. Dus hoe is het hem vergaan? In welke valkuilen is hij gelopen? En dat mixt hij met zeg maar meer een beschrijving van de adviezen. En ook, hij gebruikt ook heel veel voorbeelden. Veel uit België, maar ook een aantal Nederlandse bedrijven. Rituals bijvoorbeeld is een Nederlands bedrijf dat in de positieve zin langskomt. Dus op die manier heeft hij het boek opgebouwd. Het is ook een optimistisch boek, zou je kunnen zeggen. En daar wil ik even een voorbeeld voor geven van een citaat waaruit dat blijkt. Het is in de epiloog, schrijft hij. Maar maak je geen zorgen, want ook jij bent een geboren ondernemer. Sterker nog, iedereen wordt als ondernemer geboren. Het ondernemerschap staat het dichtst bij de oerstaat van onze voorouders. Als het geen hoge heren of slaafse horigen waren, dan werkte jou en mijn voorgeslacht hoogstwaarschijnlijk als smid, barbier, spekslager of, het meest waarschijnlijk, als keuterboer voor eigen rekening. Dus hiermee zijn filosofie, en ik ben het daar heel erg mee eens, is dat eigenlijk het werken voor grote bedrijven, zoals dat nu sinds de industriële revolutie normaal is, dat het eigenlijk helemaal niet onze oorspronkelijke staat is en waarin wij het meest gelukkig zijn. Het meest normaal eigenlijk, de oerstaat, is zelfstandig. Van oorsprong waren we zelfstandig groepen jagers, verzamelaars, die gewoon konden gaan en staan waar ze willen. En in de loop der tijd krijg je dan de landbouw en dan krijg je dus inderdaad die boertjes die gewoon zelf besluiten wat ze gaan verbouwen, wanneer ze gaan oogsten. Al dat soort beslissingen mogen ze helemaal zelf nemen op eigen risico. Dus ze hebben dan de lusten, maar ook de lasten. Dus in die zin, die filosofie die hij daar heeft, daar kan ik me heel erg in vinden. Want ook ik ben eigen baas geworden, dat is 5 jaar geleden, zeg maar. En in die zin heb ik dit met heel veel plezier gelezen. Eigenlijk wel kun je zeggen dat de doelgroep meer de mensen zijn die dat nog overwegen. Hè? De starters of de wannabe ondernemers. Ik denk dat zij het meest uit dit boek kunnen halen vanwege dus echt de hele down-to-earth, uit de ervaring gegeven adviezen die hij geeft. Goed, nou, dat was ook eigenlijk meteen mijn positieve analyse met de gele hoed op. Het is heel erg
realistisch. Die adviezen zijn heel erg vanuit zijn hart gegeven. En no-nonsense. En ik kan me daar heel erg in vinden. Hè. Ik heb ook fouten gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld toen ik begon heel veel briefpapier laten maken. Visitekaartjes. Ja, omdat dat zo hoorde. En achteraf denk ik, ja, allemaal eigenlijk voor niks. Het zijn allemaal dingen die je doet. Misschien een beetje om de angst voor het ondernemen, voor de vrijheid, onder controle te brengen, maar die je niet wezenlijk verder brengen. Dus in die zin, dat vind ik heel positief dat hij dat soort dingen ook zegt. Van, hè, hou je kosten laag, ga niet meteen een dure auto kopen of leasen. Daar kom je eigenlijk, dat brengt je niet verder. Sterker nog, dat is vaak een blok aan je been. Oké, dan de zwarte hoed van de kritiek. Ja, het punt van kritiek wat ik wel heb is dat hij, doordat hij heel erg vanuit zijn eigen ervaring schrijft, ook wel een beetje oogkleppen heeft van dat het alleen maar zo hoort. Hè. Hij specialiseert zichzelf bijvoorbeeld in DM, dus hij is echt een specialist. En hij zegt ook dat dat de strategie is, hè. Pak een niche. Een heel klein gebiedje en wordt daarin de koning, zeg maar. Nou, natuurlijk is dat een hele goede strategie, daar is niks mis mee, maar het is niet de enige strategie, zeg ik. Ik zelf bijvoorbeeld word al heel snel verveeld als ik heel vaak hetzelfde moet doen. Dan haak ik af, dan denk ik van nou, ik heb het nu wel gezien. Dus ik ben veel meer iemand die wil vernieuwen, innoveren. En elke keer onbegaande paden opzoekt. En een specialisme van in welk gebied dan ook, dat is mij, voor mij dus helemaal niet geschikt. Dus in die zin, ja, dat vond ik enigszins, als je alleen maar dit boek neemt, dan om af te gaan voor een onderneming op te zetten, zou ik zeggen, dan is het te smal. Dan kan ik bijvoorbeeld het boek De Succesfactor van Gerber, Michael E. Gerber, heel erg aanraden. Daar heb ik, het is wel een wat ouder boek, maar goed, dat is echt ook iets van, die zegt heel erg van werk niet in je bedrijf, hè, zoals deze man doet, hè, een uurtje factuurtje, maar werk aan je bedrijf. Zorg dat dat bedrijf ook, dat is iets anders dan jij, het bestaat los van jou. En je moet zorgen dat dat bedrijf gaat groeien en even los van jou. Dus nou ja, goed, dat is even een tip van als je meer zoekt dan alleen dit boek. Dan pak ik de rode pet van de gevoelens en de emoties. Ja, ik had een gevoel van hoop. Dat veel mensen die misschien niet helemaal gelukkig zijn in hun baan. Of, ik zag het gisteren ook nog op tv, die werkeloos zijn en dan maar voor zichzelf gaan beginnen. Ja, ik vraag me af of dat de goede motivatie is. Maar goed, die kunnen ook wel wat adviezen gebruiken. En ik denk, ik had toch de hoop en de blijdschap van dat die mensen, als die dit boek lezen, dat ze niet in die valkuilen trappen. Tuurlijk, iedereen maakt fouten en dat is ook prima. En dat hoort ook bij ondernemen. Maar als je wat je kunt vermijden, dat is allemaal weer mooi meegenomen. Dus dat is mijn hoop die ik hierbij uitspreek. Dan de groene hoed van de praktische invulling, de creativiteit, van wat kun je ermee? Nou ja, goed, het voert hier nu te ver om alle adviezen te behandelen. Maar ik noem er eentje, begin eer je bezint. Dus hij draait het om, het spreekwoord, begin eer je bezint. Hij zegt, je moet niet te veel plannen maken, gewoon beginnen. Klein beginnen en laat dan gewoon de markt en hoe het dan gaat, laat dat bepalen wat je volgende stappen zijn. Nou, dat is echt iets, daar heb ik ook veel ervaring mee van. Ik heb ook plannen lopen schrijven, ondernemingsplannen, marketingplannen. En ja, eigenlijk op het moment dat de inkt droog is, kun je ze eigenlijk al wegdoen, want is de realiteit heeft het achterhaald. Dan een andere strategie die ik ook heb toegepast, een advies is zeg nee, tussen haakjes, tegen klanten. Ik heb toen ik nog websites voor anderen maakte, was ik heel veel bezig met dingen waarvan ik niet echt blij werd. En vervolgens had ik ook nog eens een keer klanten die moeilijk betaalden of op een gegeven moment zelfs helemaal niet betaalden. Dus op een gegeven moment heb ik ook gezegd van nee, ik ga bezig met de
projecten, en dat waren dan eigenlijk mijn eigen projecten, waar ik wel warm voor loop. En ik zeg tegen die klanten van, ik ben niet meer beschikbaar. Sommige klanten heb ik mijn prijs verhoogd en die waren vervolgens zelf dat ze afhaakten. Dus nu heb ik helemaal niet meer van dat soort klanten. En dat heeft mij heel veel rust en ruimte gebracht en ook energie om te focussen op de dingen waar ik wel toekomst in zie en waar ik wel enthousiast van word. Dus dat zijn wel dingen die heb ik dan al toegepast, maar door dit te lezen sterkt me dat weer in mijn beslissing. Goed, dat was mijn bespreking van Eindelijk Eigen Baas door Gunnar Michielsen. Ik zou zeggen een heel erg praktisch, realistisch boek, makkelijk geschreven. Je leest het eigenlijk zo uit. Dus voor iedereen die maar een beetje met het plan loopt voor zichzelf te beginnen, zou ik zeggen, ga het lezen. Oké, dat was het weer voor deze week. Tot volgende week.